Een hele goede middag. Ik kan nu een paar dingen doen. Ik kan gaan liegen en zeggen goedemorgen, maar het is geen ochtend meer. Het is al middag. Jordi heeft al zijn slaapje gedaan. Hij is net wakker. Ik ben zijn soepje even aan het warm maken. Waarom open ik deze ups en down nu pas? Ja, ik heb vanochtend contact gehad met de chirurg. Uitslag gehoord. Volgende week hebben we een afspraak bij het Radboud. En dan pas kom ik op biopt-uitslag terug, want we gaan praten over hoe en wat enzovoorts. Dus dan kan ik er pas meer over gaan vertellen en uitleggen. Ik heb van alles geregeld en gedaan vandaag. Ook in verband met afspraken, dingen verschuiven enzovoorts. En verder had ik gewoon maar even geen puf om de vlog te openen. Daar ben ik even heel eerlijk in. Soms heb je wel eens even die momentjes. Maar goed, ik ga Jordi zijn soepje even geven. Vanavond krijgen we bezoek van mijn ouders. Jordi is 2 augustus bruidsjongen bij Bianca Manuel op de bruiloft. Samen met 3 andere kids. En daar heeft hij een trouwpakje voor gekregen. En die moet even wat korter gemaakt worden. Dus dat gaat mijn moeder doen vanavond. En mijn ouders komen ook verder gewoon voor de gezelligheid nog op visite. Maar we doen altijd, als mijn ouders komen, doen we altijd meerdere dingen in één ding proppen. Omdat ja, ik zie mijn ouders ook niet iedere keer. Niels is inmiddels ook weer thuis, zoals jullie zien. We hebben al gegeten. Mijn vader zag je snel voorbij komen. Jordi die heeft ook gegeten. Mijn moeder is heel eventjes voor Jordi zijn pak aan doen. En dat wordt ook mooi. Ik ben heel eventjes broccoli soep aan het maken. En Niels die is... Mijn vader die duikt weg omdat hij denkt dat ik hem ga filmen. Niels is Jordi een flesje aan het geven. Ja, en hoe krijg je opa rustig? Zorgen dat de wifi is. Ja, hij heeft wifi, dus daar is hij zoet mee. Dan gaan we even wachten tot de broccoli klaar is. En dan is het dadelijk weer een keer tijd om mijn nest in te gaan, denk ik. Dus, maar voor nu eerst Jordi zijn nest in krijgen. Te lachen die smiecht. Hij zit op zijn beste bijten. Inmiddels zijn mijn ouders weer naar huis. Dan heb ik mijn broccoli soepje klaarstaan. Die is aan het afkoelen. Niels is bankzaken aan het doen. En ja, we hebben vandaag niet heel veel gevlogd. Maar dat is voor een keer ook niet erg. Misschien dat ik morgen weer meer vlog. Wij liggen lekker in ons bedje. Jordi slaapt ook lekker. Nou, hij slaapt echt als een roosje. Ja, daar zijn we wel blij mee. Hij heeft een boekje liggen lezen. Ja. Althans. Hij heeft in ieder geval met een boekje gespeeld. Jij hebt hem een boekje gegeven? Nee, die heeft hij zelf gepakt. Oh, die had ik al in bed liggen natuurlijk. Nee, ik had hem, hij lag midden in bed. En ik had hem helemaal aan het hoofdeind gelegd en dan kroop hij daar gelijk heen. Oh. Maar even later ging kijken, lag hij te slapen. De kleine bengel. Onze bengel. Dus, nou gaan wij ook slapen. Wij gaan ook lekker slapen. Zoals je kan zien aan ons. Wij zijn moe. En morgen weer een nieuwe dag. Morgen komt de logo. Morgenmiddag. En wat we verder gaan doen, dat weten we nog niet. Wel trusten. Slaap lekker. Een hele goede morgen.
Jordi was vannacht even aan het spoken geweest. Dus die heeft even bij ons in bed gelegen. En die sliep net nog. En ik ga hem nu even goed wakker maken. Je gaat wakker worden, hè, meneer Spooky? Hallo? Ik ga hem wakker worden, hè? Je hebt al nou wel weer uitgeslapen. Het is 9 uur, jongen. Hm? Hij was vannacht heet het ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba prrr. Was jullie het aan het doen? Dus ja, daar werd ik wakker van. Jordi, wil je wakker worden? Jordi. Hallo. Jordi. Hallo. Ga je nog een keer je hoofd ergens anders zien doen? Bent je nog lekker geslapen? Oh, ga je zelf vloggen? Ga je zelf vloggen? Zeg maar goedemorgen allemaal. Sorry voor al de snotjes in zijn neus. Die ga ik zo schoonmaken. Ja! Ben je weer blij? Deze aan of deze aan? Ja, zeg het maar. Jij mag kiezen. Hé, joh, daar heb ik niks aan. Deze of deze? Deze of deze? Wil je die aan? Ja? Wil jullie die aan? Dan krijgen jullie die aan. Instoppen. Goed zo. Ja. Zo. Goed gedaan. Ga je nou staan? Deze staan. Goed zo. Goed gedaan. Gaan we nou naar de winkel? 1, 2. Goed zo. Lekker stuk. Jordi ligt inmiddels alweer op bed. En ik ga heel eventjes lekker op de bank hangen. Ik doe even niks bijzonders. Straks komt de logopediste weer. Hij was vandaag niet super goed aan het eten. Dus ik denk dat we hem straks gewoon even nog moeten spoelen. Hij heeft wel ontlasting gehad, maar niet ontlasting als die normaal persoon zou moeten hebben. Zonder darmproblemen. Dus ja. Als het nog niet duidelijk genoeg was wat ik uitgelegd had. Dus gisteren heb ik dan een chirurg gesproken. Volgende week hebben we een gesprek over... hoe en wat.
Dan pas gaan wij, waarschijnlijk maken we er even een extra video over. Dat we gewoon gelijk eventjes in één video uitleggen wat er nou precies is. Wat er gaat gebeuren. Enzovoort, zodat het voor iedereen duidelijk is. En dan, ja, dan hoeft niemand vragen te stellen. Dan hebben we dat gewoon gelijk beantwoord. Hoop ik dat we dat dan beantwoorden. Is iemand wakker? Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Jordi. Hallo. Echt waar? Vind je dat ervan? Oké. Dat is goed. Ik ga hem er even uithalen. De logopedie is geweest. Ik ben nu even eten aan het koken ondertussen. En wat hebben wij gedaan met de logo? Ik kon het niet filmen, want we hebben het met eten erover gehad. En we hebben een beetje gespeeld. En ja, je hoort het al kraken. We hebben geoefend met dingen voelen. Normaal zit het in een EHBO-doos. Dat is om warm te deken. Voor het gevoel aan de handen. En dan zijn we hiermee gekomen. Dat doen we dan helemaal opgerommelen. Tot een bal. Dat doen we dan helemaal opgerommelen tot een bal. En dan doet Jordi ermee spelen. En hij vindt het geweldig. Hij wordt er helemaal enthousiast van. Hij lacht er niet bij of zo, maar dit is echt Jordi zijn enthousiasme. Mag mama jouw handje? Zie je aan? Dit is ja. Wauw! Dat is leuk! Ja, ik weet dat het niet helemaal goed gefilmd is. Maar soms kun je niet anders. Wauw! Dit is leuk! Jordi, niet in de mond. Dat is heel leuk, hè? Ja, daar word je helemaal enthousiast van. Wij gaan nog heel even verder geluid maken. Zo. Niels was inmiddels weer thuis geweest en we hebben gegeten en Jordi even gespoeld. En want Jordi had straks buikpijn en heeft eigenlijk niet zo heel goed gegeten vandaag. Dus dat is wel een teken dat hij weer vol zat. Spoelen ging allemaal gewoon goed, dus daar ben ik weer gerust op. En Jordi ligt nu nog heel even lekker te spelen. Ik ga zo zijn tandje poetsen en dan kan hij dadelijk lekker naar bed. Want hij is wel heel erg moe. Hij heeft niet zo heel lang geslapen eigenlijk. Dat is best apart. Eerst is het urenlang slapen en dan ineens heeft hij een periode dat hij weer minder slaapt. Misschien zit dat wel in de lucht, hebben meerdere kindjes daar last van. Hij is nu met zijn flamingo aan het spelen en aan het proberen te kruipen. Die flamingo heeft hij gekregen toen hij niet het afgelopen biop, maar het biop daarvoor heeft gehad. Toen hebben ze hem dat knuffeltje gegeven. En hij vindt hem eigenlijk best leuk. We hebben nog even voordat Jordi naar bed gaat visite gekregen. Tante Bianca.
Nee? Ga je zwemmen? Zeg mama goed dat mama mijn tanden al gepoetst heeft. Tenminste, frisse adem. Ja? Echt waar? Oh ja. Ja, hij bijt erop hoor, kijk uit. Kleine komiekje. Ja. We gaan even naar bedje toe. Welterusten mensen. Welterusten. En wij sluiten bij deze de... ups en down af. Precies. Welterusten allemaal. Welterusten.